Sportstuinvangrij MHCV bestaat deze maand 3 jaar. In die periode is de buitenschoolse opvang uitgegroeid tot een sportieve uitvalsbasis voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. We zijn een sportieve buitenschoolse opvang. En we zitten gevestigd door Brabant en Limburg inmiddels, ja, op meerdere plekken. Voornamelijk bij sportverenigingen, en dat kan een hockeyvereniging zijn, dat kan een voetbalvereniging zijn, korfbal. Ja, zoals je hoort, het is verschillende verenigingen waar we actief zijn. En met de kinderen doen we op de dag zelf heel veel leuke sportactiviteiten. We halen ze op scholen in de buurt met onze sportstuifauto's of te voet, afhankelijk natuurlijk van de afstand naar de school. En dan daarna komen ze terug op locatie en dan gaat het programma beginnen. We zijn in Venray terechtgekomen omdat er eigenlijk gewoon ook vraag was naar opvang. We zijn begonnen bij Venray MHCV, bij de hockeyclub. En daarna bleek de vraag nog groter te zijn en zijn we ook naar Venray SV gegaan, bij de voetbalclub. Zodoende zijn we nu op 2 locaties actief in Venray. En hoe is de belangstelling? Hoeveel kinderen nemen deel aan de activiteiten? Er is heel veel belangstelling naar. We zijn nu echt in één jaar tijd zijn we heel veel gegroeid. Dat is echt van 3 kinderen nu al bijna 50 kinderen gegaan. Dus er is heel veel belangstelling en er komt steeds meer bij. En we hebben steeds langere wachtlijsten. Sport en spel staan centraal bij Sportstuif Venray. Technische hulpmiddelen zijn taboe. Nee, we hebben geen PlayStation, geen iPad, helemaal niks. We zijn vooral buiten en bezig met bewegen en sport. Ja, dan kun je vooral een beetje denken aan de activiteiten die je in gymlessen doet. Dus dat is bijvoorbeeld trefbal of handbal. Er wordt vooral gevoetbald. Er wordt ook wel eens gedanst, kunstjes gedaan. Ja, noem het op, als er maar beweging in zit. En jullie maken uitstapjes. En we maken ook hele leuke uitstapjes, zeker. Ja. Waar gaat de reis dan naartoe? Het is heel verschillend. We proberen vooral speeltuinen hier in de buurt te pakken. En als we wel weg kunnen met de auto, is dat altijd mooi meegenomen. En dan gaan we ook wel eens naar een binnenspeeltuin of naar de kinderboerderij. Ja. Voor jou persoonlijk, wat geeft jou de meeste voldoening? Als de kinderen plezier hebben met z'n allen. Ja, en als dat gewoon allemaal als saamhorigheid allemaal goed gaat en je kunt ze weer vettig de ouders meegeven. Ja, dat is voor mij wel een voldane dag. Ja, want het is ook lachen, plezier maken. Maar ik zag net ook, je moet af en toe troostend te werk gaan. Ja, zeker. Vooral met de wat jongere kinderen. Dan is het toch van, ik wil naar mama of ik wil naar papa toe. En dan moeten wij ze toch weer een beetje oppeppen om toch wel leuk mee te kunnen doen. En meestal lukt dat ook al altijd. Dus ja.